Goedemiddag en welkom bij deze livestream op internet vanaf het Afrikaanderplein, de markt op woensdag hier in Rotterdam-Zuid. Ik heb net een radio-uitzending gehad en daarin heb ik gesproken met René Lambeau. René Lambeau die heeft me allerlei tips gegeven om te besparen. Ze heeft zelf een website, die heet porterene.nl en daarop allerlei mooie tips waarop je flink geld kunt besparen. En dat is best handig. René die is hier ook op de markt. Want ja, die maand januari die is nog lang, terwijl we de feestdagen net hebben gehad. Ja. Heel veel geld uitgegeven. Hoe kan je nou proberen de rest van die maand, of misschien wil je wel een heel nieuw leven beginnen wat zuiniger is. Hoe kan je nou zoveel mogelijk besparen? Nou, je zou het heel extreem kunnen aanpakken. Dan kun je een no-spend month doen. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee, maar dat klinkt als dry January. Nou, zoiets. Het komt een beetje over uit Amerika. Dat betekent dat je eigenlijk niks extra's uitgeeft. Dus je betaalt je rekeningen, je doet alles wat je moet doen. Maar je gaat niet uit eten en je koopt niet al die extra dingen die je in de supermarkt ziet liggen waarvan je denkt, ook leuk, niet per se nodig, maar leuk. Dat is voor mensen, veel mensen, een manier om in januari toch de maand door te komen zonder aan een week voor het eind van de maand te denken, hé, mijn geld is op. Zeker omdat december gewoon heel duur is geweest. Dus dat zou je kunnen doen. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je na die feestdagen niet zoveel zin hebt om gelijk op budget te gaan. Januari gelijk geld overhouden. Ja, je kunt natuurlijk januari ook gebruiken om je vaste lasten door te gaan. Ik adviseer altijd iedereen, vergelijk elk jaar gewoon even al je vaste lasten. Dus van je internet tot je energie. Mensen die dat niet elk jaar doen, die laten echt heel veel geld liggen. En het is niet altijd leuk, maar met de vergelijkers online die je nu hebt, wordt het wel steeds makkelijker. Dus doe dat gewoon. Ga daar even een middagje voor zitten. En dat bespaart je ook een hele hoop geld. En niet alleen probeer de beste deal dus te vinden. Ja, en die helpt je ook nog buiten de januari maand, want ja, daar heb je het hele jaar profijt van. Daar ga je gewoon het hele jaar plezier van hebben. En volgend jaar januari doe het gewoon nog een keer. En dan begin je gewoon weer opnieuw. Ja. Nou lopen we over de markt. En jij vindt dat op de markt je toch wel echt centen kan winnen wat dat betreft. Ja, nou, we hebben hier nu een tijdje rondgelopen. Volgens mij ben jij nu ook wel overtuigd. Ik ben helemaal overtuigd naar jouw verhaal op de radio. Maar nou mag je het even vertellen op internet. Ja, nee, precies. Nou, de markt is, ze zeiden vroeger altijd, een beetje voor mijn tijd hoor, maar de gulden is een taalder waard op de markt. Dat klopt natuurlijk niet meer, want we hebben die gulden niet meer. Maar je kan hier nog steeds wel echt veel meer voor je geld kopen. Zeker als je het een beetje slim aanpakt en een beetje flexibel bent qua wat je koopt. Dat je ook een beetje durft te laten leiden door wat nu goedkoop is. Maar sowieso in het seizoen eten doe je op de markt eigenlijk heel goed. Want ik zie hier nergens aardbeien bijvoorbeeld. Nee. Want die zijn gewoon niet in het seizoen, die zijn hartstikke duur. En die kan je in de supermarkt wel kopen en daar koop je ze voor veel te veel geld te zijn. Ik las laatst dat aardbeien zeg maar in de winter 400% duurder zijn dan gewoon wanneer ze in het seizoen zijn. Dus dat laat je automatisch liggen hier op de markt, want ze hebben het vaak gewoon niet. Je kunt hier aan het einde van de dag ook nog best wel je slag slaan. Als jij bijvoorbeeld, jij bent, weet ik, gek op blauwbesjes. Heerlijk, ja. Net als jij. Ja, die zijn ook heerlijk. Je leert elkaar kennen tijdens zo'n uitzending. En die kun je hier gewoon echt veel goedkoper kopen dan in de winkel. En aan het eind van de dag, je zag ze net al inladen met dozen tegelijk. Kijk altijd eventjes van wat is de kwaliteit ervan. Want zeker aan het einde van de dag kan het nog wel eens zijn dat het of vandaag of morgen opeten is en daarna weg. Maar ja, veel mensen hebben ook thuis een vriezer. Daar kun je ze prima in doen. Kun je er nog smoothie van maken of door je ontbijt yoghurt doen of zo. Dus wat dat betreft ook een beetje creatief zijn. En dan kan je hier gewoon heel veel geld besparen op je boodschappen. Vooral dus op levensmiddelen kan je een hoop besparen. Kan je nou ook bijvoorbeeld onderhandelen op de markt? Nou, het kan altijd en ik doe het ook wel, maar niet op één dingetje. Maar wel als je nou al je groenten en fruit bij één kraam koopt en je kent die mensen een beetje, kun je best wel eens zeggen, als zij zeggen het is 23 euro, ik zeg nou maken we er 20 van en dan kom ik volgende week weer bij jou. Je kunt het allicht proberen, maar ook hier bijvoorbeeld, hè, dit soort dingen, dat scheelt gewoon ook echt heel veel geld op de markt. Tandenborsten, opzetstukjes en zo. Nu voor 5 euro. Ja, 4 stukjes. En het zal misschien geschikt voor Oral-B staat er. Oh, dat mag ik niet zeggen. Maar nee. Heb ik nu al gedaan, sorry. Die passen er ook gewoon op. En je weet na één keer of het dezelfde kwaliteit is. Dus je probeert het gewoon een keer. En als het werkt, dan weet je, nou hier haal ik gewoon mijn tandenborsten, opzetstukjes. En mijn batterijen en dat soort dingen. Dus dat soort dingen heeft echt zin om daarvoor even op de markt te gaan kijken. Ik zal eens even kijken of we ook nog wat mensen kunnen spreken die zelf besparen. Hallo! Ja, daar hebben we er geen zin in. Even kijken of we iemand kunnen vinden. Misschien moeten we even naar de volgende groentestand lopen. Dat wordt een olijvenstand. Er zijn ook gewoon die kinderen met de kinderopvang. Die gaan gewoon naar de markt, omdat het ook leuk is, toch?
Het is niet alleen maar, jij zegt moet je naar de markt om te sparen. Ja. Het is ook gezellig. Het is ook gewoon leuk. Ja, ik vind het leuker dan bij de supermarkt. Jij niet? Ja, dat is wel waar. Er hangt een heel andere sfeer. En ik merk ook altijd, ik heb heel wat uitzendingen gemaakt op de radio, waarbij ik mensen gewoon aansprak. En die waren allemaal redelijk goed gemutst eigenlijk gewoon. Die hadden er echt zin in. Nou, hopen dat het nu weer zo is. Nou, we gaan het proberen. Ik ga even naar dit rijtje, even kijken. Hier, deze mevrouw die staat... paprika. Nee, wat staat u in te laten? Mevrouw, mag ik u wat vragen voor haar TV Rijmel? Voor internet is het. U staat, wat heeft u gekocht? Kaki. Wat is dat? Het is wat is dat? Het is een fruit. En het is heerlijk. Ja, lekker fruit. Ja. Koopt u op de markt om ook geld te besparen? Ja. Echt waar? Ja. En hoeveel scheelt dat? Je hoeft geen bedragen te noemen, maar... Het scheelt toch heel veel, vind ik hoor. Hoeveel precies, kan ik niet echt opnoemen. Maar ik vind toch dat ik meer bespaar. Ja. En dat in vergelijking bijvoorbeeld met de supermarkt? Ja. Dus betekent dat u hier verse groenten en fruit bij de markt haalt? Ja. Ja. Heeft u nou ook dat deze maand even wat zwaarder is dan andere maanden? Ja, de feestendagen zijn achter de rug en dan, ja, toch wel. Ellendig, hè? Ja. Ja. Want dan is die maand nog heel erg lang en het salaris is al bijna weer op. Ja, precies. Dus dan lekker naar de markt. Maar die, precies, lekker naar de markt en daar kan je het allemaal volop kopen. Dankjewel. Ja, en je hebt natuurlijk niet alleen tips om op de markt dingen te kopen, René. Maar je kan ook een ander plan maken voor je leven eigenlijk, hè? Ik bedoel, een financieel plan. Ja, dat klinkt heel saai, hè? Maar ik denk dat januari ook wel een maand voor heel veel mensen is om te denken, ja, wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Hè? Vind ik mijn werk nog leuk? Wil ik niet verhuizen? Wil ik mijn keuken uitbouwen? Al dat soort plannen ontstaan, volgens mij vaak in januari. Ondanks dat het een maand is waarin we niks te maken hebben, komen dit soort plannen wel altijd. Het is wel een hele leuke maand om eens aan tafel te gaan zitten. Als je een partner hebt met je partner of met een vriend of vriendin of een van je ouders. En gewoon eens te gaan zeggen, wat wil ik eigenlijk? Hè? En wat zou dat me kosten? En wat nu als ik gewoon elke maand daar eens wat voor weg ga zetten? We denken vaak altijd dat sparen meteen honderden euro's per maand tegelijk moet zijn. Maar als je deze maand begint, en je begint volgens met 100 euro als je dat hebt, hè, als je dat vrij hebt, om dat weg te gaan zetten, ook bijvoorbeeld doordat je wat bespaart op andere dingen, dan heb je gewoon het eind van de maand 1200 euro. En als je dan nog, de rente is natuurlijk wel een beetje om te huilen, en dat moeten we natuurlijk wel zeggen. Het levert niks op, maar je hebt het in ieder geval. Ja, maar je hebt het wel. En zeker als je helemaal niks hebt, dan is de eerste 1000 euro, wordt altijd gezegd, dat is dan een soort van je safety net, je vangnet. Dat als je bijvoorbeeld en een bekeuring krijgt voor je auto en je radiator gaat stuk, dan hoef je je niet meteen in de schulden te steken. Dan heb je dat potje. En dat vul je dan altijd weer aan, dat je gewoon even de eerste 1000 euro hebt om dat soort dingen op te vangen. En daarna kun je ook weer gaan sparen voor dingen die je dus wel heel graag wil. Dus die dingen waar je in januari aan denkt en waarvan je misschien denkt, ja, maar dat is nog zo ver weg. Dat is misschien zo, maar als je niet begint, dan ga je het sowieso niet halen. Dus zou van januari nou net zo'n mooie maand zijn om daar gewoon toch eens aan te gaan beginnen. Nou, de maand januari dus overal goed voor. Hoe komt het nou dat jij dat zo goed weet? Ja, ik heb het op de I learned the hard way, zegt ze dan. Hè? Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet vertalen. Maar ik heb zelf ooit na een verbroken relatie een huis verkocht. En dat stond toen flink onder water. En dat kostte me ongeveer 40.000 euro. Ja, mijn hoop geld. En toen was ik echt nog, dat is 2014 dat ik verkocht. Dus dan was ik ook nog een stukje jonger dan nu. En toen heb ik gewoon gedacht, ja, wat kan ik doen? Ik had niemand om op terug te vallen financieel. Ik had geen vader of moeder die even dat geld konden lenen. Dus ik heb gewoon gedacht, ik ga gewoon al die overbodige uitgaven ga ik schrappen. Ik ga alles vergelijken. Ik ga andere manier boodschappen doen. Al die dingen waarvan je denkt, je kan een beetje besparen. En dan is het natuurlijk snel het gevoel van ja, die paar euro. Maar overal die euro's vandaan werd toch best wel een flink bedrag iedere maand. En dat ging ik op die schuld aflossen. En toen ben ik in ruim 3 jaar ben ik toen uit die schuld gekomen. Ja, en daarna... Ongelooflijk. Ja, toen zei iedereen tegen mij, nou, nu gaan we weer lekker uit eten. Nu gaan we weer... Toen zei ik, nee, ja, ik ga natuurlijk wel weer iets meer doen. Maar waarom zou ik hiermee stoppen? Dit is toch gaaf? Want nu ga ik echt sparen. Nu is het voor mezelf. Dus daar zijn we eigenlijk mee doorgegaan. En dat is nu jaren geleden en dat doen we nog steeds. En we sparen, ja, ik ga geen bedragen doen, maar gaat goed, lijkt het zo. Ja, precies. Je moet ook wel een beetje het geld voor hebben. Of ja, in ieder geval geld voor verdienen. Maar sparen is sowieso dus een hele goede tip. Heb je nou nog naast die markt en we hadden het over websites vergelijken voor je jaarlijks terugkerende deals, zou ik maar zeggen, voor energie, telefoon en dat soort dingen. Heb je nog andere tips om te besparen? Ja, er zijn er zoveel op hele kleine gebieden en hele grote bedragen, maar eigenlijk is het belangrijkste dat je het leuk gaat vinden.
dat je gaat zien dat dat geld... Mensen zijn toch vaak een beetje wars van geld. Het is wel belangrijk, maar we hebben het liever niet over. Als je op een gegeven moment de lol ervan gaat zien... en je gaat zien dat je echt iets gaat opbouwen... en dat je met die euro's ook echt iets kunt bereiken. Bijvoorbeeld, stel dat je altijd al wat minder wilde gaan werken. Dan kan dat opeens. Dat soort dingen zijn haalbaar. Dus als je op een gegeven moment het gevoel van... nou, laat maar die paar euro en wat maakt het me ook uit... en ik heb al niks, dus ik heb alleen nog maar dit. Weet je, dat negatieve gevoel. Als je dat om weet te zetten in iets positiefs... en bij elke euro die je spaart denkt van... nou, mooi, dat is toch weer 1 euro, hè? En als ik dit blijf doen, waar kom ik dan wel niet? Dan merk je dat alles veel makkelijker gaat. En dan ga je vanuit een soort van zinloos gevoel... of dat je denkt van, nou, laat maar... ga je naar een soort hoop die je zelf opbouwt... om toch nog dingen te realiseren die je misschien anders niet voor mogelijk hield. En zo wordt het allemaal hartstikke leuk om geld te besparen wat dat betreft. Dankjewel, René. Zometeen nog alle tips eigenlijk op een rijtje. Als je vanmiddag kijkt vanaf 5 uur naar onze Rijnmond. Welkom bij Rijnmond. Daar heb je het nieuws op een rijtje. En daarna de wintertour. Daar gaat het over besparen. Deze hele week nog. Maar vanmiddag vanaf 5 uur dus nog even de tips van René voor een zuinig en spaarzaam leven op een rij. En morgen weer een nieuwe wintertour vanaf 10 uur op Radio Rijnmond. Bedankt voor het kijken naar deze livestream.